Dit is Ranatori, welkom erbij. In deze aflevering zullen we het hebben over de afronding van de elementaire algemene opleiding bij Defensie. We zullen hierover praten met kolonel Ewaki. We zullen het ook zo'n beetje hebben over waarom jongeren moeten kiezen voor een carrière bij Defensie. Welkom in het programma, kolonel Ewaki. Waarom moeten jongeren kiezen voor een carrière bij Defensie? Waarom mensen moeten kiezen voor een carrière bij Defensie, dat is een heel simpele zaak. Is dat wij het instituut zijn en dit instituut mede zorgt voor veiligheid in Suriname. En ik denk dat dat een verantwoordelijkheid niet alleen is van Defensie, maar ook van de totale gemeenschap. En als we praten over de gemeenschap, wil dat zeggen dat er mensen uit de gemeenschap hun intrede zullen doen bij Defensie om ook bij te dragen aan dit nobele doel vastgesteld in de grondwet. En kunt u ons zo'n beetje uitleggen, wat houdt de elementaire algemene opleiding in? De elementaire algemene opleiding is een opleiding waarbij, ik ga het eerst kort zeggen, burgers worden omgevormd tot militair. Zij gaan door een proces heen waarbij ze alle militaire zaken worden aangeleerd die tot de basis behoren. En van daaruit kan men dus verder gaan. En er is een afronding geweest van een groep. Het gaat om lichtingsgroep 2401. Wat betekent dit voor u? Was het succesvol? Nou, succesvol omdat de mensen die we hebben gerecruiteerd, die waren in staat om de zware opleiding goed te kunnen volgen. Ja, ze hebben dus beantwoord aan de normen die we hebben gesteld om militair te zijn. Dat is waarom ik zeg dat het succesvol is geweest. En als ik zeg dat het minder succesvol is geweest, we hebben het beoogde aantal niet bereikt wat we wilden hebben. En dat heeft niks te maken met de sollicitaties, maar met de gezondheidstoestand van de jongeren. En dat vind ik een kwalijke zaak. We hebben slechts 1/3 van de mensen die zich hebben aangediend goedgekeurd gekregen. Dus dat wil zeggen dat je 2/3 niet goedgekeurd hebt gehad. En als we praten over een aantal van 67, dan was het 3 maal zoveel aan mensen waarvan we dachten dat we dus de helft zouden krijgen. En dat is helaas niet gelukt. Kunt u enkele ervaringen of lessen met ons delen die deze lichtingsgroep heeft aangeleerd? Deze lichtingsgroep heeft ons aangeleerd dat wij, als wij het aantal militairen dat we nodig hebben willen krijgen, dat we veel meer dan 3 maal wat we aanhouden, dat we dus meer dan dat moeten recruteren en door de keuring laten gaan. Een tweede is dat de mensen die binnen zijn gekomen, het is een geselect gezelschap, en als ik praat over geselect, bedoel ik niet dat wij dus bewust mensen selecteren, en bewust groepen selecteren, maar het was een hele grote groep en we hadden alle bevolkingsgroepen erin. Dus dat geeft aan dat niet alleen een bepaalde etnische groep wil toetreden tot Defensie, maar dat alle bevolkingsgroepen belangstelling hebben om in dienst te treden. Wat we vroeger niet dachten, maar nu heeft dat zich gemanifesteerd. Verder dat we dus ook met beperkte middelen heel veel hebben kunnen bereiken. En als wij kijken dus naar de economische situatie van het land, wil zeggen dat wij niet alles hebben. Trouwens, welk leger heeft alles, maar we hebben dus minder. En toch met het mindere hebben we dus goede resultaten kunnen boeken. En wat zijn de zaken die deze groep heeft aangeleerd, de ervaringen die die groep die heeft geparticipeerd, heeft aangeleerd? Wel, dat ze in ieder geval zeer geïnspireerd waren, zeer gemotiveerd waren. En dat ze dus ervoor zijn gegaan. Ze hebben dus vanaf dag 1... Het is natuurlijk zwaar dat je zag dat mensen zouden willen opgeven vanwege de druk. Maar dat ze succesvol waren om toch aan te houden en door te gaan. En het kader dat ook daarvoor was opgeleid, kon ze heel goed motiveren en heel goed door laten geleiden door de hele situatie toe. En wat was voor u het opvallende aan deze groep vergeleken met de eerdere groepen? Laat me zeggen, was niet opvallend, echt opvallend. De opleiding is een algemene opleiding, heel zwaar. En je had dat, moet ik toegeven, dat wij een groep Indiaanse jongeren hadden.
die een bijzondere kwaliteit hebben om militair te zijn. Zij waren met kop en schouders boven de rest. Maar dat kan wel... ik kan dat wel uitleggen, omdat zij komen uit het binnenland. Zij komen uit een zeker gebied waarbij ze dit gewend zijn. En dat is ons opgevallen, ja. Welke unieke kansen biedt Defensie voor militairen vergeleken met andere carrières? Ik wil niet zeggen dat het alleen unieke kansen zijn voor Defensie. Ik zeg unieke kansen voor Suriname. En waarom wil ik het zo poneren? Omdat de discipline die wordt bijgebracht zeer zeker goed is voor Defensie. Maar dat is ook zeer zeker goed voor Suriname. Als je één gedisciplineerde jongeman hebt, dan kan je een sneeuwbaleffect krijgen dat hij in zijn buurt ook anderen meeneemt in de disciplinetheorie. En dat maakt dat, dat één persoon, en als we praten nu hebben we ongeveer 67 dus recruten opgeleid, dat we zeggen dat die 67 maal 3 gaat multiplyen, dat je zoveel meer gedisciplineerde mensen krijgt in Suriname. En daarom zeg ik, het is niet alleen beperkt tot Defensie, maar het geldt dus voor het totale Suriname. En hoe draagt een militaire carrière bij aan professionele en persoonlijke ontwikkeling? Je start met de EAO en dan heb je dus nog andere opleidingen die je kunt volgen. De mensen kunnen de landmacht, de marine, etc. Maar dat is een horizontale, maar verticaal kun je ook verder omhoog, waarbij je dus zaken als leiderschap, zaken als logistieke vaardigheden, zaken als administratieve vaardigheden. Ik noem zaken op die je dus ook in de burgerij kan gebruiken. De medische kant en noem maar op. Dat mensen na hun dienst inzetbaar is ook buiten Defensie. Dus wij leiden op voor Defensie, maar tegelijkertijd zeggen we, het zijn middelen van de staat, het zijn middelen van de belastingbetalers. Dus die mensen worden ook opgeleid om buiten Suriname te helpen aan een betere ontwikkeling. En kunt u ons zo'n beetje uitleggen over het sollicitatieproces voor jongeren die geïnteresseerd zijn? Zij schrijven of naar de ODP, dat is de onderdirectoraat personeel. Ze kunnen ook schrijven naar de directeur van Defensie, dat is, maakt niet zoveel uit. Maar hun brief kan gedeponeerd worden bij het ministerie van Defensie aan de Quattaweg. Wanneer dat is geschied, dan krijg je dan een administratieve selectie. Men gaat kijken, zijn de brieven die binnen zijn gekomen, appelleer dat met wat we hebben gevraagd, dus een administratieve selectie. Dan krijg je dan een fysieke selectie, dus worden getest door de mensen van de sporteenheid. En dan gaan we dus de psychologische test doen. En slotstuk doen we dus dan een medische test. En de mensen moeten dus door al deze fasen gaan voordat we zeggen van je bent geschikt om te beginnen met de EAO. En welke zijn de programma's die Defensie biedt voor drop-outs en hangjongeren? We hebben helaas nog geen programma's voor mensen die dus de EAO niet verder kunnen volgen. Dat is wel jammer. Maar ik denk dat in een goede samenspraak met een ander instituut binnen de overheid dat opgepakt kan worden. En biedt Defensie volgens u, Defensie biedt volgens velen betere voorzieningen dan andere ambtenaren, vooral op het gebied van geneeskunde. Kunt u ons meer vertellen over deze voorzieningen? Ja, ik heb die vergelijking niet gemaakt. Maar wat ik wel weet, dat we dus goede geneeskundige voorzieningen hebben. En dat is in categorieën verdeeld. Categorie van manschappen, onderofficieren, officieren. Waarbij er dus natuurlijk, als je dat bekijkt, dus met andere beroepsgroepen, dat de voorzieningen wel voor zichzelf spreken. Dat is ook wat de salaris betreft, of het salaris betreft. Dat Defensie dus goed betaalt, ook vergeleken met andere beroepsgroepen. En hoe belangrijk vindt u het dat militairen en hun familie toegang hebben tot dergelijke voorzieningen? Ik zou niet zeggen hoe belangrijk het is. Ik zeg als je A zegt, moet je ook Z zeggen. Dus als je zo iemand in dienst neemt, dan neem je niet de persoon alleen in dienst, dan neem je de persoon met de mensen die geleerd zijn aan de persoon. En dat bedoel ik
als het een man is, de vrouw en kinderen. Als het een vrouw is, de man en kinderen. Moet je ook meenemen, want dat is een totaal sociaal pakket dat Defensie aanbiedt. En hoe ziet u de toekomst van het instituut Defensieopleidingen? Dat is een heel verhaal. We zijn opgezet in opdracht van de huidige minister. Wij hadden vroeger separate scholen. En bij separate scholen heb je dus een verkwisting van manpower, middelen. En dat is allemaal bij elkaar gebracht. En wij geven dan ook afgemeten opleidingen aan militairen en burgers. Dus het zijn niet alleen militairen die worden opgeleid, maar hier ook burgers. En als ik praat van burgers, burgers van Defensie, maar ook burgers buiten Defensie, die in samenspraak met Defensie een opleiding hier mogen volgen. We hebben bijvoorbeeld nu hier mensen van economische zaken. Mensen, personeel van het DNA, die hier, en ook van de kustwacht, die allemaal hier een opleiding volgen. Dus je ziet, we zijn er voor de Surinaamse samenleving. En het moet passen binnen ons beleid. Wij moeten dat kunnen aanbieden, zonder dat het een enorme druk heeft op onze eigen budget. Welke maatregelen worden er getroffen vanuit Defensie om Defensie aantrekkelijk te maken voor mensen daarbuiten? Wij promoten dat. We gaan naar scholen, we doen mee aan beurzen. Jongsleden is ons gevraagd om te helpen op scholen met het hijsen van vlaggen. Dat hebben we allemaal gedaan. En we maken onszelf zichtbaar, waardoor wij dus mensen klaarmaken, mensen inspireren om ook in dienst te treden van de Surinaamse gemeenschap. Omdat Defensie is van de Surinaamse gemeenschap en niet van een groep alleen. En zijn er specifieke initiatieven gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor militairen, zoals op het gebied van gezondheid, welzijn of carrièreontwikkeling? Natuurlijk doen we dat. Er zijn programma's opgezet door de afdeling personeel, je kunt zeggen human resources. En die programma's zijn gericht op het verder ontwikkelen van het individu. En als je het individu ontwikkelt, ontwikkel je daarbij de organisatie Defensie. Als je Defensie helpt om zich te ontwikkelen, dan help je ook dus de Surinaamse gemeenschap. Omdat wij de mensen niet specifiek willen behouden voor Defensie alleen, maar dat wij ze ook laten uitstromen. Alleen bij IDO hebben wij al dit jaar 5 uitstromingen gehad naar diverse bedrijven. En we houden de mensen niet tegen. Maar ik zeg, ze zijn opgeleid met belastinggelden. En als er een betere perspectief is buiten, of er is een roep buiten om een bepaalde functionaris, dan biedt Defensie dus die medewerking om de persoon te laten gaan. Soms zeg je, je hart bloedt, want je hebt jarenlang gewerkt aan zo'n persoon. Maar ik zeg van, deze persoon staat ook in dienst van de Surinaamse samenleving, dus waarom zou de persoon niet laten gaan? Zo heeft u het gehoord van kolonel Ewaki, met wie we onder meer hebben gesproken over de elementaire algemene opleidingen bij Defensie. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Serenatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wilt belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Serenatori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.